Ik wil jullie allemaal heel hartelijk welkom heten bij deze Pet Tales vragenuurtje met professor Dr. Hans Kooistra. En ik vind het altijd heel erg mooi om dat te benadrukken. En Hans, ik vind het heel fijn dat wij met z'n allen hier zijn en dat jullie ons gevonden hebben om vanavond jullie vragen te mogen beantwoorden omtrent de endocrinologie. Haha, het is gelukt om goed te zeggen. Ik heb net al ongeveer 10 keer geoefend en het ging 9 keer mis. Om nog even heel korte inleiding te geven. Pet Tales is sinds een maand live, is onze community platform die wij hebben ontwikkeld, zou ik maar zeggen, die we hebben live gezet in het kader ook van de coronacrisis. Wij hadden vanuit de faculteit diergeneeskunde, maar vooral ook vanuit het goede doel van de faculteit vrienden diergeneeskunde, heel erg de behoefte om mensen met dieren te helpen in deze moeilijke tijden. We weten dat heel veel mensen thuis zitten nu. Zo langzamerhand start de samenleving weer op. Maar er zitten toch veel mensen ook geïsoleerd, maar misschien wel met een huisdier. We zien ook dat veel meer mensen nu een huisdier nemen, wat natuurlijk heel erg leuk is, maar tegelijkertijd brengt een huisdier ook heel veel verantwoordelijkheid met zich mee. En als je geïsoleerd bent en misschien ook niet altijd even durft om misschien naar de dierenarts te gaan in verband met kwetsbaren, misschien ben je kwetsbaar. Of dat we gewoon hebben gezegd van oké, misschien kunnen we deze mensen een handje helpen om via onze fantastische studenten, onze masterstudenten diergeneeskunde, een platform op te richten waar vragen gesteld kunnen worden die rondom diergezondheid, dierwelzijn en diergedrag. Heel belangrijk om nog een keer te benadrukken, dit is geen vervanging voor veterinaire diagnose. Dat zou ook niet mogen, maar dat zouden we ook niet willen. Maar juist om, ja, zou ik maar een beetje steun in de rug te bieden, hart onder de riem en wel waar mogelijk goed advies te kunnen geven. En soms misschien ook even te zeggen, nou ja, misschien is het nu toch het moment dat je wel de dierenarts opzoekt. Of dat je gewoon zegt van, nou ja, heb je het al hiermee geprobeerd? En dat is, dat platform is gratis en wij zijn hier eigenlijk zo enthousiast over dat wij hopen om dat ook na de coronatijd nog open te laten. Want ook voor onze studenten, dat zeg ik, maar dat hebben ze ook echt aan mij verteld, is dit een hele leuke manier om in contact te komen met diereneigenaren. Om te kijken welke onderwerpen zijn interessant. Maar goed, in het kader hiervan willen wij dus ook regelmatig dit soort vragenuurtjes organiseren, waar onze experts van de faculteit diergeneeskunde ook even live vragen kunnen beantwoorden. En dat lijkt ons hartstikke leuk om op deze manier in contact te komen. Nou, en voordat ik Hans ga voorstellen, want daar had ik eigenlijk mee moeten beginnen, nog misschien even een aantal huishoudelijke mededelingen die wij heel mooi hier op de PowerPoint hebben gezet. Maar zie je wel. En dan gaat hij alweer. Waar het eigenlijk vooral om gaat, die ik nu niet ga delen, want hij deed het net. Zie je? Dan bereid je alles voor en dan lukt het alsnog niet. Kijk eens. Zo. Dan kan ik jullie dit even laten zien. Zo. Uiteraard zijn jullie vrij om deel te nemen met of zonder camera. Wat belangrijk is om te weten is dat wij deze sessie opnemen. Als jullie dit niet willen, laat het ons vooral weten. Maar je kunt natuurlijk ook de camera uitzetten en ook het microfoon uitzetten. En dan kunnen jullie ons hopelijk alsnog horen. En zoals jullie waarschijnlijk weten, maar wanneer je een streepje doorheen staat, dan is de camera en of microfoon uit. En in het kader van achtergrondgeluiden is het wel heel handig dat als je niet aan het woord bent om het microfoon te dempen, dus uit te zetten, dat in verband met achtergrondgeluiden. Mocht je live een vraag stellen, wil je ons dat dan graag laten weten in de chat. Dat is deze knop hier. Daar. En dan gaan we op volgorde de mogelijkheid geven om een vraag te stellen. We hebben een volgorde opgezet van de vragen die binnen zijn gekomen. Heel hartelijk dank daarvoor. Die gaat Hans straks in de volgorde beantwoorden. Simpelweg omdat het dan ook qua opbouw van de thema's
heel leuk is en dat een op de andere aansluit. Dus dat heeft niks met prioriteit te maken, maar simpelweg dat zich dat leent qua onderwerp. Wat ik nu graag wil doen, als het mij nu weer lukt om dat weer terug te draaien, dat wij... Stop, dat was al eentje te veel. Dat wij nu nog even Hans het woord geven om zich voor te stellen. Hans is hoogleraar interne geneeskunde voor gezelschapsdieren en is endocrinoloog. Hans, zou jij je even willen voorstellen, een beetje vertellen wat je zo allemaal doet bij ons op de faculteit? Nou, dat gaat even duren, denk ik. Allereerst hartelijk dank voor de uitnodiging. Ik vind het heel erg mooi om gevraagd te worden om te kunnen spreken over mijn werk. En dat is ook tegelijkertijd mijn passie. En zeker ook om te kunnen spreken met eigenaren die vragen hebben over aandoeningen bij hun eigen huisdieren. Met aandoeningen op het gebied van mijn eigen vakgebied. En dat is de endocrinologie. Ik ben inderdaad hoogleraar interne geneeskunde van gezelschapsdieren. Dus dat is veel breder dan alleen maar de endocrinologie. Maar binnen dat grote vakgebied is de endocrinologie wel mijn grote passie. En wat is de endocrinologie? Het is inderdaad een lastig woord. Maar het gaat erbij om kennis van de organen die hormonen produceren. En wat is nou een hormoon? Nou, een hormoon is eigenlijk een soort van signaalstofje. Als een bepaald orgaan een hormoon produceert, dan wordt die meestal afgegeven aan de bloedbaan. En via de bloedbaan bereikt die dan andere organen en heeft dan een effect op de activiteit van die organen. Nou, er zijn tal van voorbeelden voor te bedenken. Denk aan het hormoon waar we straks ook over zullen praten. Het hormoon cortisol, dat is het stresshormoon. Dat wordt gemaakt in de bijnischors. Wordt dan afgegeven aan het bloed. En bereikt dan onder andere de lever via die bloedbaan. En zorgt er dan voor dat er in die lever meer suiker, meer glucose gemaakt wordt. En dat glucose komt er weer in de bloedbaan terecht. En dat is natuurlijk reuze handig. Want ja, als je stress hebt, dan heb je ook nog de behoefte om hard te kunnen wegrennen. Dus dan is het fijn als er meer suiker in je bloed zit. Zodat je meer energie hebt voor de spieren om hard te kunnen wegrennen. Nou, een ander voorbeeld is het bijschildklierhormoon. Dat is een hormoon wat wordt afgegeven door de bijschildklieren, zoals het woord ook al aangeeft. En dat heeft effect op de botten. Via het bloed bereikt dus de botten. En zorgt er dan voor dat er calcium wordt vrijgemaakt uit die botten. Dus als het calciumgehalte in het bloed te laag wordt, dan gaan die bijschildklieren dat hormoon afgeven, gaan die botten weer calcium in het bloed brengen en zorgen ervoor dat dat mooi genormaliseerd wordt. Nou, over die organen heb je kennis als je endocrinoloog bent. En dan kijk je wat de ziektes betreft, natuurlijk vooral dat er of sprake is van een overmaat aan hormoonproductie, of dat er sprake is van een tekort aan hormoonproductie. En dat geeft allerlei verschijnselen, allerlei symptomen. En is dan de kunst om te kunnen bepalen, als je bij een dier bepaalde verschijnselen ziet, dat je dan bedenkt welk orgaan, welk hormoonproducerend orgaan dan in de problemen is. Nou, dat is hartstikke leuk, dat is vaak een puzzel. En het hele aardige van mijn vakgebied is ook dat je heel vaak ook goede behandelingen kunt voorschrijven, waardoor de dieren een veel beter welzijn hebben. Dus dat is uiterst bevredigend werk. Dus dat is een endocrinoloog, Inga. Je hebt de camera uitstaan. Je hebt de camera uit en de microfoon uit. En nu gaat hij gewoon iets heel anders laden. Omdat wist ik, omdat ik... ja, sorry. Dat willen jullie helemaal niet zien. Dat deed hij gewoon, dat deed mijn computer. Kijk eens. Zo. Dankjewel, Hans. Dan kunnen we eigenlijk ook meteen beginnen met allerlei vragen. Kunnen jullie wel de PowerPoint nu zien? Ja. Oké, heel goed. Zo. Dan beginnen we eigenlijk al meteen met de vogels, met Roos. Roos stelde de vraag... Helaas gemist. Wat? Nee, ik kon de PowerPoint niet zien, maar hij verschijnt nu net op mijn scherm. Oh, heel goed. Fijn. Het gaat, Hans, over vogels die... Of vogels Cushing's kunnen krijgen, de ziekte van Cushing of het syndroom van Cushing, heb ik van Hans geleerd, hè, kunnen krijgen, maar of ze ook de tegenhanger, de ziekte van Addison, kunnen krijgen. Ja, dat is direct een hele moeilijke vraag. Want ik houd me vooral bezig met honden en katten, maar natuurlijk zijn er veel meer gezelschapsdieren, zoals ook de vogels, maar dat is niet mijn primaire expertisegebied. Maar ik weet er wel wat van. Inderdaad,
De ziekte van Cushing komt voor bij vogels, zei het sporadisch. Misschien moet ik eerst eventjes voor de andere mensen die luisteren en die dat misschien niet weten uitleggen wat het syndroom van Cushing is en wat het de ziekte van Addison is. Dat zijn eigenlijk hele duidelijke tegenhangers. Ze hebben allebei te maken met de functie van de bijnierschors. Als we kijken naar het syndroom van Cushing, dan is er eigenlijk sprake van een overmatige afgifte van het bijnierschorshormoon cortisol door de bijnierschors. Dus dat is te veel productie en afgifte van het stresshormoon. En dat geeft allerlei verschijnselen. Terwijl bij de ziekte van Addison eigenlijk het omgekeerde het geval is. Dan wordt er juist te weinig van die bijnierschorshormonen geproduceerd. Dan gaat het ook nog om een ander hormoon. Dus bij de ziekte van Addison, daar hebben we een tekort aan het bijnierschorshormoon cortisol. Dus wordt dus te weinig cortisol afgegeven door die bijnierschors. Maar in die bijnierschors wordt ook nog een ander hormoon gemaakt. En ook dat wordt te weinig afgegeven als er sprake is van de ziekte van Addison. En dat is het hormoon aldosteron. En dat aldosteron, dat zorgt voor de zouthuishouding in het lichaam. Dat zorgt voor de natrium- en kaliumhoeveelheid in het bloed, om dat op peil te houden. Nou, hoe kun je dat nou krijgen, die ziekte van Addison? Want daar ging de vraag eigenlijk over. Nou, je krijgt dus een tekort aan die hormonen. Dus dat betekent dat er iets misgaat met die bijnierschors. En de belangrijkste reden vroeger was eigenlijk een infectie met bacteriën meestal. Het is ontdekt. Zo, daar komt ook de naam vandaan door meneer Addison, door meneer Thomas Addison. En Addison die kon dat heel goed vaststellen, omdat in de tijd dat Addison leefde, de tuberkelbacterie nog heel veel voorkwam. Dus de TBC nog heel veel voorkwam bij mensen. En die bacterie die heeft een hele duidelijke voorkeur voor de bijnier. Dus als die mensen een TBC-infectie hadden, dan leidde dat er vaak toe dat die bacterie ook in die bijnierschors zat. En dan ging die bijnier kapot. Ja, en dan kreeg je dus een tekort aan dat aldosteron en dat cortisol. En dat is dan de ziekte van Addison. Nou, tegenwoordig komt TBC bijna niet meer voor. Er zijn er vaak andere redenen. Heel zeldzaam is het omdat er een tumor zit in de beide bijnieren. Maar meestal is het een immuungemedieerd probleem. Dat is een heel ingewikkelde term. Maar dat geeft eigenlijk aan dat het afweerapparaat van het lichaam niet goed werkt. En dat eigen lichaamscellen niet meer herkend worden als lichaamseigen. In dit geval worden dan de bijnierschorscellen niet meer herkend als lichaamseigen. En dan worden daar antistoffen tegen gemaakt en worden die cellen afgebroken. Ja, dan heb je dus geen bijnierschors meer. En dus heb je ook een tekort aan die hormonen. Dus aan een tekort aan cortisol en een tekort aan aldosteron. En dat is straks belangrijk als we ook gaan praten over de therapie. Nou, dan de vraag, komt dat ook bij vogels voor? Nou, er is nog nooit een geval van Addison beschreven bij vogels. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het niet kan voorkomen, maar het is in ieder geval zeer zeldzaam. Dat is de beantwoording van deze vraag. Ja. Ik weet niet of Roos er is. Ja, nee, ik was alleen niet snel genoeg met mijn microfoon weer aanzetten. Roos, ik weet eigenlijk niet zo goed. Ik weet niet of we Roos of we jou hebben gezien. Nee, maar volgens mij zei ze dat ze niet aanwezig kon zijn, maar dat ze dat dan terug ging luisteren. Nou, heel goed. Dan gaan we door naar Annemieke. Annemieke, wil jij je vraag zelf live stellen of zal ik hem voorlezen? Lees maar even voor. Nou, mijn hond is sinds september 2018 gediagnosticeerd met Addison. Dus dat blijven we ook mooi in het thema. En zij slikt nu twee keer daags Florine F. En zout. Maar toch zijn haar waarden nadat ze goed waren weer veranderd. Waarom schrijven we in Nederland niet vaker Zicortal bij Addison voor? Omdat ik daarvan begrijp dat honden veel stabieler ingesteld mee kunnen worden. En mijn dierenarts komt ook niet met dit voorstel. En als ik besluit om daarover te gaan, met welke bloedwaarde is dat het juiste moment om te doen? Ja, hele mooie vraag. Allereerst even in zijn algemeenheid over de therapie. Ik heb net al aangegeven dat bij de ziekte van Addison dus een tekort is aan het hormoon aldosteron en aan het hormoon cortisol. Dus wat je moet doen als je dit soort dieren wil behandelen, dan moet je juist ook die hormonen geven. Dus in de vraag staat wel dat er een behandeling wordt gegeven met Florinef. Dat is eigenlijk de vervanger voor het aldosteron. Maar er staat niet in de vraag dat er ook cortison gegeven wordt. Maar ik neem aan, Annemieke, dat dat er ook bij gegeven wordt. Nee, ze heeft inmiddels geen cortison meer. Ze heeft alleen nog maar Florinef, omdat daar een kleine hoeveelheid cortison in zit. Ja. En zij werd incontinent van de hoeveelheid cortison. Ja. Ja, dat klopt, hè, want die hormonen, dat aldosteron en dat cortisol, die lijken heel erg veel op elkaar.
Dus dat betekent inderdaad ook dat als je een hond behandelt met Florinef, met die vervanger voor het aldosteron, dat er ook wat activiteit in zit die heel veel lijkt op cortisol. Bij de meeste dieren is dat niet genoeg, hè, maar bij honden die heel erg gevoelig zijn voor de Florinef, kan het inderdaad dan zijn dat je geen cortison hoeft te geven. Maar meestal is dat wel het geval. Dus die Florinef is dus in zijn algemeenheid bij de meeste honden ook iets minder potent dan het eigen aldosteron. En dat is dan ook de reden dat er vaak ook zout bij gegeven moet worden. Eigenlijk gewoon om het hormoon een klein beetje te helpen. Want dat hormoon moet er normaal gesproken voor zorgen dat de hoeveelheid natrium in het lichaam op peil blijft. Nou, in een keukenzout zit natuurlijk met name ook natrium, natriumchloride. Dus daar help je eigenlijk het dier mee dat er dan iets gemakkelijker voldoende hoeveelheid natrium in het bloed komt. Dan de stap naar het Cicortal. Dat is een geregistreerd middel wat je kunt gebruiken om ter vervanging van het aldosteron. Alleen maak je dan niet gebruik van tabletten, maar maak je gebruik van injecties. En laat ik in zijn algemeenheid zeggen dat ik heel erg blij ben dat dat middel ook beschikbaar is in de wereld. Ik zal zeggen waarom ik dat toevoeg. De reden daarvoor is dat er in heel veel landen eigenlijk geen vervangers voor aldosteron beschikbaar zijn in tabletvorm. En dan kunnen dus eigenlijk dieren daar niet zo goed behandeld worden voor de ziekte van Addison. Wat men dan doet, dan gaat men juist veel geven van het cortisol. Of de vervangers van het cortisol. En dat geeft men dan zoveel, dat het dan ook een aldosteron effect gaat krijgen. Maar dat betekent dat die dieren eigenlijk altijd te veel cortisol effect gaan krijgen. En daar ook bijwerking krijgen. Zoals je zelf aangaf, dat kan bijvoorbeeld leiden tot veel drinken en veel plassen en incontinentie. Dus het is veel mooier als je dat hormoon zelf kunt toedienen, of in ieder geval de vervanger daarvan kunt geven. Dus als je geen tabletten beschikbaar hebt met aldosteronwerking, dan moet je dus kiezen voor de injecties. Dus dat is hartstikke fijn dat dat ook beschikbaar is. Maar dan de specifieke situatie in Nederland. In Nederland hebben we de bijzondere situatie dat we zowel cortison in tabletvorm hebben, als dat we ook die aldosteron variant hebben in tabletvorm. En voor de meeste honden geldt dat als je die combinatie geeft dat je daarbij de dieren heel goed kunt behandelen. Ik begrijp dat het bij jouw hond wat minder is. En je kunt ongeveer zeggen dat er zo'n kleine 10% van de honden is die met de tabletten niet ideaal gereguleerd kan worden. Dus voor die honden is Cicortal echt een uitkomst om te gaan gebruiken. Ik zou het niet in zijn algemeenheid willen gebruiken. En dat komt omdat er zitten ook wat haken en ogen aan vast. Want die Cicortal injecties, die moeten dus in de vorm van injecties gegeven worden. Dat moet dus door de dierarts gedaan worden. En die moeten ongeveer 1 keer per 4 weken gegeven worden. Dat verschilt een klein beetje tussen honden. Dus er moet ook uitgezocht worden hoe vaak je ze moet geven. Maar dat betekent dus, als je uitgaat van 1 keer per 4 weken, dat je 13 keer per jaar naar de dierarts moet om zo'n injectie te geven. En dat is nog niet alles, want de hoeveelheid die je moet geven aan de injectie, die moet gebaseerd zijn op bloedonderzoek, waarbij je dan vooral weer gaat kijken naar die zouten, en vooral weer gaat kijken naar de natrium- en kaliumhoeveelheid in het bloed. Dus betekent dat het een heel gedoe is om die Cicortal goed te kunnen geven. En ook een heel kostbare methode is om dat te geven. Dus als je dan weet dat 90% van de honden met de ziekte van Addison heel goed gereguleerd kunnen worden met tabletten, wat veel goedkoper is, en wat eigenlijk bij de meeste honden betekent dat ze maar 1 keer per 1/2 jaar naar de dierarts gaan, en dan heeft dat voor mij in het kader van het welzijn van de honden de voorkeur. Maar voor een klein deel van de honden met de ziekte van Addison kan dat dus niet en moet je de Cicortal gebruiken. Nou zat ook in de vraag van wanneer moet je dat dan gaan gebruiken. Nou, dat kan elk moment. En die tabletten die werken maar heel kort. Die werken eigenlijk maar maximaal een dag. Dus op het moment dat je besluit van nou, ik wil graag nu de Cicortal gaan geven, dan kan dat ook. Dat is gewoon een kwestie van stoppen met het geven van de Florinef en ook van het zout. En dan kun je overstappen op de injectievorm. Is daarmee de vraag beantwoord, Annemieke? Ja, dank u wel. Dat is heel duidelijk uitgelegd. Ja. Mooi. Nou, dan gaan we door. En misschien is het wel even ook goed voor jullie, voor de luisteraars. We hebben nu nog een drietal vragen, ook in het kader van Addis. Van de ziekte van Addison. Zie, ik kan het niet eens meer zeggen. Tamara heeft net ook nog een vraag gesteld in de chat. Dus Tamara, als je dat goed vindt, dan gaan we die daarna ook nog beantwoorden. Hans, jij hebt ze natuurlijk ook allemaal al gezien, de vragen. Dus dan stel ik voor, en dan ga ik wel, dan gaan we naar Angelique. Angelique, weer dezelfde vraag. Zal ik hem voorlezen? Zal ik hem even sharen? Of wil je hem zelf nog even stellen? Oh, share maar als dat kan. Dat is misschien het makkelijkste. Er staat veel informatie in.
Ja, precies. Nou, dan is het altijd de truc. Gaat het mij lukken? Volgens mij wel. Ja. Daar is die. En zo, nu is die groot. Ja. Dus ziekte van Addison. Hè? En dan gaat het ook diagnose. Zie je, ik kom er niet eens op de woorden, dus ik ga het meteen even overhandigen aan Hans, want die kan het veel beter. Dan laat ik die vraag maar even staan. Ja, precies. nou, dus een vrij lange vraag. En dat betekent ook dat er heel veel in staat waar je wat over kunt zeggen. De kern van de vraag is eigenlijk, het is een hond met de ziekte van Addison, die eigenlijk heel goed behandeld wordt, want de hond doet het eigenlijk fantastisch. En Angelique moet me maar corrigeren als ik het verkeerd zeg. Maar wat blijkt nou bij de controles? Bij de controles blijkt dat de leverwaarden te hoog zijn. En de vraag is dan, wat moet ik daar nou mee? Er is ook al het nodige gedaan door de eigen dierarts. En het antwoord wat ik nu ga geven is een beetje, wat prikkelend. Het punt is namelijk dat als er sprake is van de ziekte van Addison en je behandelt de hond daarvoor en het gaat heel goed met de hond, dat ik dan eigenlijk niet begrijp waarom de leverwaarden bepaald worden. Want in zijn algemeenheid geldt in de diergeneeskunde dat je moet gericht bloedonderzoek uitvoeren. Dus je moet die dingen bepalen die van belang zijn. En dat is als er bepaalde symptomen zijn waarvan je zou kunnen denken dat er sprake is van een leefprobleem, dan moet je kijken naar leverwaarden. En als het dus goed gaat met de hond, dan is er geen enkele reden om leverwaarden te bepalen. Wat je moet bepalen bij honden met de ziekte van Addison is dus vooral kijken naar die natrium en die kalium, omdat dat hetgeen is wat je met de medicijnen aan het reguleren bent. Nou, dat is mooi gezegd, hè? Maar wat in de praktijk nog wel eens gebeurt is dat er soort van panels gedaan worden. Dan krijg je dus veel meer informatie dan je eigenlijk wil weten, omdat het dan eenmaal samen bepaald wordt met die natrium en die kalium. En ja, dan vind je dus dat bij zo'n hond dan de levenwaarden verhoogd zijn en dat roept natuurlijk direct dan zorgen om. Waarvan ik dan direct zeg, van die zorgen moet je niet hebben, want de hond doet het goed. En dat betekent dus eigenlijk ook dat het heel onwaarschijnlijk is dat er echt iets met die lever speelt. Nou, hoe kan het dan toch dat die leverwaarden verhoogd zijn? Allereerst kan dat zijn dat dat te maken heeft met de leeftijd. Er zijn heel veel honden van middelbare en oudere leeftijd die hele hoge leverwaarden in hun bloed hebben. Zonder dat het ook maar enige betekenis heeft. We hebben in het verleden die dieren uitgebreid vervolgd en ook gekeken of dat van invloed was op de prognose. En dat is niet het geval. Dus bij de meeste honden die oud zijn en waarbij sprake is van die hoge leverwaarde, is er eigenlijk gewoon helemaal niks aan de hand. Er is alleen sprake van een afwijkende bloedwaarde. Nou, kan er wel een link zijn met de ziekte van Addison. Want die leverwaarden die kunnen ook gestimuleerd worden door de medicijnen die we geven. En dat is dan met name door de vervanging van de cortison. En zeker als we daar ietsje te veel van geven, dan kan het zijn dat daardoor lever gestimuleerd wordt om wat meer van die leverenzymen af te geven aan het bloed. Dat is op zichzelf helemaal geen probleem, hè, want het gaat erom dat we zoveel willen geven van die hormonen dat de hond het goed doet. En in de vraag komt ook naar voren dat de hond het ook goed doet. En dan moet ik misschien vertellen, en dat komt misschien straks ook nog terug bij een van de andere vragen, dat als we een hond behandelen met pijnensoorthormonen, dat we dan altijd ietsje meer geven dan de hond normaal gesproken zelf zou produceren. En dat komt omdat we geven dus een vervanging voor de cortisol, dat is een stresshormoon. En je weet natuurlijk nooit precies wanneer die hond stress zal hebben. Dus je wilt altijd zorgen dat er voldoende hormoon aanwezig is om te kunnen gaan met stress. En dat betekent dat we altijd iets meer zullen geven dan de hond normaal gesproken zelf zou produceren. En aangezien dat hormoon dus ook wat effect heeft op de lever, kan ook daardoor kunnen de leverwaarden wat verhoogd zijn. Maar dat zie je ook maar bij een heel klein deel van de patiënten. Maar eigenlijk is mijn boodschap vooral, als de hond het goed doet, dan zou ik geen aandacht besteden aan verhoogde leverwaarden. Is dat voldoende antwoord op de vraag, Angelique? Dat vind ik heel helder, hartstikke bedankt. Ik zal mijn dierenarts zeggen dat die dure uitgebreide test niet hoeft volgend jaar. Ja, het kan zijn dat het qua geld niet uitmaakt. Nou jawel, het scheelde echt €150. Dus, Oké. Ja, wat een pijnlijke. Nou, ja, ik kom net nog één ding boven ingaan. Misschien moet ik het ook nog zeggen. In het verhaal zat ook nog iets over atypische Addison. En ik zag volgens mij net ook een vraag over atypische Addison langskomen. Kijk, atypische Addison is een vreselijke term, maar wordt wel heel veel gebruikt. Atypische Addison wordt eigenlijk gebruikt voor die situaties
waarbij de bijenschors wel te weinig van dat cortisol maakt, maar dat dus die zouten, die natrium en die kalium, in het bloed wel normaal zijn. Bij de ziekte van Addison is het eigenlijk toch zo dat bijna altijd beide hormonen te laag zijn. Dus ook al zijn het natrium en het kalium dan normaal, dat wil niet zeggen dat aldosteron, dat hormoon dat zorgt voor de zouthuishouding, normaal geproduceerd wordt. Er zijn alleen andere mechanismen in het lichaam die ervoor zorgen dat natrium en kalium toch goed zijn. Maar dat betekent dus meestal wel dat ze echt een tekort aan dat hormoon hebben, dus dat het ook dan toch belangrijk is om ook dat hormoon als medicijn te geven. Dan wordt er ook nog vaak iets anders verward met atypisch Addison, en daarom heb ik dus ook zo'n hekel aan die term, want de ziekte van Addison betekent per definitie dat de bijenschors te weinig hormonen produceert. Maar je hebt ook nog iets wat mis kan gaan met de aansturing van de bijnieren. Die bijnieren worden aangestuurd door het bijenschorsstimulerend hormoon, een hele logische naam. En dat bijenschorsstimulerend hormoon dat wordt gemaakt in de hypofyse, dat is een hersenaanhangsel. En als daar een probleem optreedt, ja, dan worden die bijnieren ook niet goed gestimuleerd. Maar dat bijenschorsstimulerend hormoon dat heeft alleen maar effect op het cortisol. Dus dan hebben die dieren inderdaad alleen een tekort aan cortisol. En dan wordt dat andere hormoon, wat zorgt voor de zouthuishouding, wel normaal geproduceerd en afgegeven. En ook dan heb je dus normale hoeveelheden zout in het bloed. En dat is dus van belang om dat onderscheid te weten. Omdat als het vanuit de hypofyse komt, vanuit de hersenen komt, dan hoef je alleen maar ter vervanging de cortisol te geven. Terwijl als het vanuit de bijen zelf komt, de ziekte van Addison, altijd de bijenschors zelf, dan is het bijna altijd verstandig om beide hormonen te geven. Dus voor mij is er de term atypische Addison nou bij uitstek iets waardoor mensen reuze in de war kunnen raken. Dus ik gebruik liever de goede termen. Het zit in de bijenschors zelf of het zit in de aansturing. Dat is aanvulling nog. Nou, dat is denk ik gedeeltelijk misschien een antwoord op de vraag van Tamara. Tamara, misschien kun jij daar misschien even op inhaken of hem dat al volledig beantwoord? Anders gaan we er straks nog even wat nader op in. Volgens mij moet je jouw microfoon toch nog aanzetten. Ja. Nee, zit dat nog steeds uit? Heeft er geen zin in? Ah, nu. Nu doet het. Ja? Oké, okay, ja. Nu doet het. Kijk, nee, daar is de eerste vraag inderdaad mee beantwoord. Omdat mijn hond inderdaad geen atypische Addison heeft en ook geen volledige Addison. Ja, want het tweede was de versterking. Toch? Ja. Dat was jouw tweede vraag, of die elkaar versterken. Ja, inderdaad. Mijn hond heeft daarnaast inderdaad ook een probleem met zijn schildklier. Ik was benieuwd, komt dat eigenlijk ook van hetzelfde af en versterkt dat elkaar ook? Ja, dat heeft met elkaar te maken. Ik zal even er een term in gooien om aan te geven dat het met elkaar te maken heeft. Die combinatie heet het syndroom van Smith, om aan te geven dat het dus vaker gezien wordt. En dat heeft weer te maken met de achtergrond van de ziekte van Addison, omdat het bij de hond bijna altijd dus komt door een stoornis in het immuunsysteem. En dat je dus antistoffen gaat maken tegen eigen lichaamcellen. En bij de ziekte van Addison is dat de bijenschors. Maar als een hond dus antistoffen maakt tegen eigen lichaamcellen, dan is de kans ook groter dat hij dat ook doet tegen andere lichaamcellen. En dat zijn dus heel vaak de hormoonproducerende organen. Dus je kunt heel goed de combinatie hebben van de ziekte van Addison en ook een te traag werkende schildklier, oftewel hypothyreoïdie. Maar zo komt ook de combinatie voor dat je te maken hebt met de ziekte van Addison samen met suikerziekte. Omdat dan het immuunsysteem ook gericht kan zijn tegen de celletjes die insuline produceren. Dus is zeker iets wat in samenhang kan voorkomen. En ja, dan heb je dus meerdere hormoontekorten, dus in die zin versterkt dat elkaar ook. Is dat dan ook iets wat je allemaal moet laten onderzoeken, zeg maar, dan op dat ogenblik? Ik zou zeggen van nee, want dat is bijna vergelijkbaar met wat ik net gezegd heb over die levenwaarde. Ik vind altijd dat je in de diergeneeskunde moet kijken naar het dier en luisteren naar de eigenaar. En als er dus symptomen zijn die in die richting wijzen, dan moet je dat gaan onderzoeken. Maar wij zeggen altijd in de studie diergeneeskunde aan de studenten, dat kunnen de studenten ook beamen, dat we probleemgeoriënteerd willen werken. Dus er moeten symptomen zijn, verschijnselen zijn, en op basis daarvan ga je onderzoeken uitvoeren. Want anders zou je kunnen zeggen van ja, als er sprake is van de ziekte van Addison, dan moet ik vervolgens alle hormoonproducerende organen gaan testen. Dat zou ik heel leuk vinden, maar dat is niet zo goed voor de portemonnee van de eigenaren. Nee.
Nee, oké. Okay. Ja, mijn hond blijft inderdaad klachten houden. En het is inderdaad nog steeds niet goed gereguleerd. Waardoor dus hij behoudt trillingen in zijn hele lijf. Zijn wel stukken minder sinds dat we inderdaad de schildklier beter ondersteunen. En dat we, nou ja, het secundaire hypocortisolisme. Dat we dat dus behandelen. Maar nou ja, hij blijft niet vrij van zijn trillingen. Oké, okay, maar secundair hypocortisme betekent dus dat er een probleem in de hypofyse zit, hè? In het hersenaanhangsel zit. Hè? Dus ik weet niet of er ook gekeken is naar dat hersenaanhangsel, want soms kan het dan heel nuttig zijn om ook een scan te maken. Want misschien speelt er dan nog meer in de hypofyse. Eerst wordt een scan gemaakt, maar ik denk niet dat er bewust daarna gekeken is, want toen ging men vanuit dat hij een hernia had, omdat hij verlamd was. Okay, want uiteindelijk ook door de... Nou ja, de nep-Edison komt. Ja, dat zou nog een tip kunnen zijn om daar dan naar te gaan kijken. Dat zijn natuurlijk wel relatief prijzige onderzoeken, want dan moet je een CT-scan van de hersenen natuurlijk maken. Maar in ieder geval zit daar wel het probleem. Dus als er nog problemen overblijven, dan zou ik me daarop richten vooral. Oké, duidelijk. Nou, dan gaan we eigenlijk door naar Carla. Carla, zelfde vraag. Zal ik hem, William, graag even live stellen of zal ik hem nog een keertje delen aan jou? Het woord. Kalle, ben je er überhaupt? Nee. Ik denk niet eigenlijk, nee. Nee, nou dan Hans, dan lijkt het me misschien nu ook omwille van de tijd even goed dat we misschien doorgaan naar de volgende vraag. En dan kunnen we dat aan het eind nog even beantwoorden of ook nog even apart beantwoorden. Dan zijn we bij Annette. Dan Annette, aan jou de vraag. Wil je zelf nog misschien aan Hans stellen of zal ik hem voorlezen? Nee hoor, ik wil hem wel even stellen. Ja. Hier ben ik. Mijn hond heeft dus Edison en ik wil liever geen NSAID pijnstilling geven. Ik weet dat het omdat we vrij lage doseringen geven van de cortisolvervanging, dat het op zich wel kan, maar ik doe het liever niet. En nu is er een nieuw medicijn wat op een andere manier werkt, wat ook een NSAID is. En dat heet Galliprant of Galliprant. En mijn vraag is, wat is daar anders aan? En zou dat wel iets zijn om te overwegen, omdat mijn hond ondertussen best heel erg last heeft van artrose? Ja, moeilijke vraag. Ik ken Annette ook een beetje, dus ik had ook een moeilijke vraag verwacht van Annette. Dus bij deze. Ik ga toch even in op wat je net in het begin ook van de vraag ook zei, want dat is denk ik voor de anderen ook wel van belang. In principe als wij een hond behandelen met de ziekte van Edison, dan vervangen we de hormonen die normaal gesproken zelf door het lichaam geproduceerd worden. Dus dat is gewoon eigenlijk puur vervanging. En in de ideale situatie betekent dat ook dat een hond met de ziekte van Edison volkomen vergelijkbaar is met een gezonde hond. En dat betekent dus ook dat je zo'n hond prima zou mogen behandelen met pijnstillers zoals NSAID's. Maar ik heb het ook gezegd, hè, dat we geven altijd net een klein beetje meer dan we doen als je het vergelijkt met dat een hond zelf produceert, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Maar nog steeds zal dat niet leiden tot problemen als je gewoon NSAID's geeft. Maar de vraag komt voort uit het feit dat als we bij andere patiënten kijken waar we gebruik maken van bijnstillershormonen, dan geven we bijvoorbeeld prednisolon. En dan geven we dat vaak in een dosering die bedoeld is om ontstekingen te remmen. En dat betekent dan dat we veel hogere hoeveelheden gaan geven dan puur ter vervanging van het lichaam zelf produceert. En als je hele grote hoeveelheden van die bijnstillershormonen gaat geven, dan is het wel degelijk een risico als je dat gaat combineren met pijnstillers zoals NSAID's. En dat heeft dan mee te maken dat die NSAID-pijnstillers, hebben een effect op een enzym. En dat enzym zorgt er normaal gesproken voor dat er allerlei ontstekingsmediatoren, dus stofjes, vrijkomen. En een belangrijk stofje erbij zijn de prostaglandines. Die zorgen onder andere voor pijn, die zorgen voor een ontstekingsreactie. Dus als je die NSAID's gebruikt, dan onderdruk je de productie van die prostaglandines. En zorg je er daarmee voor dat er minder koorts, minder ontsteking en minder pijn zal optreden. Dus zo werken die middelen. Nou zijn er twee van die enzymen die dan geremd worden in dat systeem. Terwijl je er eigenlijk maar één van wil remmen. En dat heeft weer te maken met dat het enzym ook belangrijk is op andere plaatsen in het lichaam. Onder andere in het maagdarmkanaal. Het zorgt er daarvoor dat het maagdarmkanaal beschermd wordt tegen de invloed van maagzuur. Dus als je die pijnstillers gaat geven in grote hoeveelheden,
dan betekent het dat je maag-darmkanaal minder goed beschermd is tegen de invloed van maagzuur. En dan kun je dus zelfs maagzweren en zelfs darmzweren krijgen. En dat is hetzelfde effect wat ook die bijnerschotshormonen hebben als je ze in grote hoeveelheden geeft. Dus als je die combineert, ja, dan heb je een hele grote kans dat dat kan optreden. En dat kan zelfs fataal aflopen. Dus die angst begrijp ik. Maar nogmaals, bij Robert Addison zou het eigenlijk geen probleem moeten zijn. Dan naar dat hele specifieke middel, dat Galibrand. Dat is inderdaad een klein beetje anders qua werkzaamheid dan de NSAID's die genoemd werden. Door zeg maar de normale pijnstillers. Ik zei al, die normale pijnstillers remmen een enzym wat er uiteindelijk voor zorgt, hè, dat er van die prostaglandines gemaakt worden. En wat het Galibrand doet, dat zorgt ervoor dat die prostaglandines minder goed kunnen aangrijpen op hun receptor. Hè? Want elk stofje moet aangrijpen op een receptor om een effect te kunnen krijgen. Dus dat werkt eigenlijk op een lager niveau in die keten. Nou, dan zou je kunnen afvragen, mag ik dat dan wel geven bij een hond die behandeld wordt met bijnerschotshormonen? En eigenlijk weten we dat niet precies. Omdat je op een lager niveau werkt, is er wel minder kans dat je die bijwerking krijgt. Maar je hebt nog steeds zorgen dat het effect van die prostaglandines toch minder is dan normaal. En dus is er nog steeds een risico, hè, dat je daar toch problemen mee krijgt. Dus het risico zal wat kleiner zijn dan als je de klassieke NSAID's gebruikt. Maar ook bij Galibrand zou ik heel voorzichtig zijn. Maar nogmaals, bij Robert Addison heb ik die angst helemaal niet. Is dat voldoende beantwoording van de vraag, Annette? Ja. Ja hoor, dat is voldoende. Oké. Dank u wel. Heel fijn, dan zijn we eigenlijk nu een beetje door onze Addison-vragen doorheen. En dan gaan we nu naar het andere favoriete thema van Hans, namelijk Cushing. Toch, zeker. Hans? Ja. Ja, ja. Laura, ben jij aanwezig? Nee. Dan stel ik ook wel hier weer hetzelfde voor, dat wij die misschien aan het eind beantwoorden. Jacqueline, jij had nog een vraag omtrent schildklier. Ook hier weer dezelfde vraag zelf stellen. Of zal ik hem posten? Zal ik hem on the ding zetten? Zal ik de PowerPoint-presentatie aanzetten? Jij mag hem stellen. Jij mag de vraag voorlezen. Nou, dan ga ik de vraag voorlezen. Dat is altijd ook voor mij een goede oefening. Hans lacht. Hij kent mij inmiddels ook al langer dan gisteren. Ik wil hem ook wel samenvatten voor je. Is dat beter misschien? Inga? Of wil je echt oefenen? Ah, jullie, nee, nou, jullie willen me allemaal testen. Nou, maar inderdaad, Jacqueline, je hebt dus een kat met een te actieve schildklier. En ik weet nou toevallig dat Hans dit soort vragen heel erg leuk vindt. Oh. Dus ja, schildklier is Hans zijn grote, toch? Zijn grote liefde, toch Hans? Ja, er zijn veel leuke aandoeningen, maar ook deze. Leuk, binnen, ja, nee, precies. Voor de dieren niet, maar heel interessant. En Hans is echt onze expert. Hij is sowieso onze expert, maar... Dus Hans, leef je uit, zou ik zeggen. Ja, nou, waarom vind ik het een leuke aandoening? Omdat we over het algemeen de dieren daar enorm goed voor kunnen behandelen. En dat ze dus ja, echt een veel betere kwaliteit van leven krijgen. Dus dat is ontzettend dankbaar werk. En zeker bij katten met hypothyroïdie, de overmatige schildklieren, is dat absoluut het geval. Bij de vraag gaat het vooral over de therapie en de gevolgen van de therapie. Misschien eerst maar even op een rijtje zetten ook, want dat komt ook in de vraag naar voren van ja, wat kun je dan allemaal doen als je een kat hebt met een overactieve schildklier. Een van de behandelingsmogelijkheden is behandeling met radioactief jodium. Daar zal ik zo nog iets meer over zeggen. Je kunt ook operatief ingrijpen, want die overactieve schildklier die ontstaat omdat er een tumor is van één of beide schildklieren. En die kun je ook operatief verwijderen. Of je kunt ze operatief verwijderen als het beidezijds is. Er is ook een speciaal dieet beschikbaar wat gegeven kan worden. Dat is een dieet waar heel weinig jodium in zit. En jodium is de belangrijkste bouwsteen van het schildklierhormoon. Dus als je de belangrijkste bouwsteen wegneemt, dan kan er ook minder schildklierhormoon gemaakt worden. En tenslotte hebben we dan de schildklierremmers. En daar gaat met name de vraag over, omdat daar de kat van Jacqueline ook mee behandeld is, heb ik gelezen. Nou, dan moet je altijd bij elke patiënt goed kijken van wat is nou voor een patiënt met een schildklierprobleem de beste van die vier behandelingen. In zijn algemeenheid kan ik het beste zeggen dat behandeling met radioactief jodium het mooiste is. Die behandeling met radioactief jodium die maakt eigenlijk alle tumorcellen kapot. Maar laten normale schildkliercellen in leven. En dat komt omdat die normale schildkliercellen helemaal inactief geworden zijn. Omdat er zoveel celletjes zijn, de tumorcellen, die te veel hormoon produceren.
Dus als je deze aandoening als mens hebt, en dat komt bij mensen ook regelmatig voor, heet bij mensen de ziekte van Plummer, doet er niet zoveel toe, maar om aan te geven dat het daar ook voorkomt, dan zal de arts zeggen van, u heeft deze ziekte en u wordt behandeld met radioactief jodium. Dus al die andere mogelijkheden die ik genoemd heb, zullen niet eens besproken worden. En het is bij de mens eigenlijk ook een hele makkelijke behandeling, want je krijgt dan radioactief jodium, dat kan per injectie, maar vaak wordt het zelfs als drankje gegeven aan mensen. Nou, dan worden de mensen een klein beetje radioactief, hè, want je krijgt radioactiviteit binnen. En meestal mogen ze dan na 1 of 2 dagen weer naar huis en dan is het probleem opgelost. Nou, in feite is dat ook zo bij katten met deze aandoening. Het enige is dat het een kat is. En de wet maakt onderscheid tussen mensen en dingen als het gaat om radioactiviteit. Nou, een kat is geen mens, dus het wordt tot de dingen gerekend, zeg ik dan maar even onaardig. En dat betekent ook dat de eisen aan radioactiviteit veel strenger zijn. En dat betekent dat een kat niet de volgende dag naar huis mag, ook al krijgt hij een veel lagere dosering van die radioactiviteit. Maar die moet veel langer opgenomen worden. Het ligt een beetje aan de plek waar die behandeling gedaan wordt. Maar de minimale periode van opname is wel 5 dagen. En op de universiteitskliniek zijn we nog wat strenger in de leer. Daar moeten de katten zelfs 2 weken opgenomen worden op dit moment. Dat gaat veranderen, het gaat korter worden. Maar het betekent wel een enorme aantasting van het welzijn van de kat, omdat ze in die periodes opgenomen zijn, ook geïsoleerd moeten zitten. Hè, want ze zijn radioactief, hè, dus ze kunnen niet in contact komen met andere katten. En ook de contacten met mensen zijn zeer gelimiteerd. Hè, dus dat is wel een nadeel als je een kat gaat behandelen met radioactief jodium. Maar in zijn algemeenheid is het verreweg de mooiste behandeling. Dan hebben we nog eens andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld de operatieve ingrijpen. En soms is dat verreweg de beste keuze. Maar dan is het wel heel erg afhankelijk van de vraag of het een probleem is van 1 schildklier, dus dat 1 schildklier tumoreus ontaard is, of dat het in beide schildklieren zit. Dat laatste is heel vaak het geval. In 70% van de gevallen zit het in beide schildklieren. En dan moet je dus ook beide schildklieren wegnemen als je operatief wil ingrijpen. En dan heb je kans dat je ook problemen krijgt met een orgaantje wat er vlak in de buurt zit, de bijschildklieren. En als je die wegneemt, dan krijg je erg veel problemen met de behandeling van die katten. Dus als het beidezijds is, opereren we liever niet. Het kan wel, maar we doen het liever niet. Dat betekent dus dat het heel belangrijk is om, voordat je weet wat er voor therapie gegeven moet worden, dat je weet of het eenzijdig of beidezijds is. Dan moet er eigenlijk dus een scan gemaakt worden van de schildklieren om te kijken waar het probleem precies zit. Is het eenzijdig, dan is operatie een hele goede mogelijkheid. Is het beidezijds, dan zou radioactief jodium een betere therapie zijn. Dan die andere opties nog. We hebben ook het dieet wat je kunt geven. Het nadeel daarvan is dat er nogal wat katten zijn die dat niet lekker vinden. En ja, voor die kat die toch al aan het vermageren is, is het natuurlijk enorm belangrijk dat er wel voldoende voeding binnenkomt. Dus als ze het niet graag willen eten, is dat geen goede optie. Als ze het wel goed willen eten, dan kan het een hele mooie behandelingsmethode zijn. En dan tenslotte de schildklierremmers. Die worden het meeste gebruikt, omdat het ook het makkelijkste lijkt. Maar ja, meestal moet je dan in het begin 2 keer daags pillen geven. En dan is het goed om te weten dat dat stofje wat daarin zit, wat die schildklier gaat remmen, dat is heel bitter. En daar zit wel een coating omheen, maar die katten hebben daar toch een enorme hekel aan. Dus wij kunnen als dierenarts heel makkelijk zeggen, ach, geeft hij maar 2 keer daags, de rest van zijn leven, een pilletje. Maar dat is eigenlijk, lang niet alle gevallen is dat een goede oplossing. En dan gaat bovendien nog gelden, wat bij uw kat ook gold, dat ongeveer 20% van de katten die schildklierremmers krijgt, die krijgt bijwerkingen. Dat zijn doorgaans relatief milde bijwerkingen, vooral van het maag-darmkanaal, wat minder willen eten, wat overgeven, soms wat diarree. Maar het kunnen ook hele ernstige bijwerkingen zijn. En als die ernstige bijwerkingen optreden, dan is dat een overgevoeligheid voor het middel. En dan mag dat middel ook nooit meer gegeven worden. Dus als er bijwerkingen optreden, want bij uw kat was er sprake van braken en niet willen eten, dan moet je dus heel goed kijken hoe ernstig zijn die bijwerkingen. Ik vond het nogal ernstig klinken. En ik had dan waarschijnlijk ervoor gekozen om, of wat geloof ik gedaan is, naar een veel lagere hoeveelheid te gaan, of helemaal te stoppen en te kiezen voor een van de andere mogelijkheden. Maar we hebben dus een heel arsenaal aan mogelijke behandelingen. En je moet altijd kijken wat bij de kat het beste past. Als het met die medicijnen dus leidt tot problemen, dan zou ik al heel snel kiezen voor een van de andere opties. Heb ik daarmee de vraag beantwoord, Jacqueline? Absoluut, want het heeft mij gesterkt in de keuze die ik heb gemaakt inmiddels. Oké, okay. En dat is geworden? Toch naar de Lingerhoeve, daar had ik gisteren een gesprek mee. En nou, wonder, ze kan 2 juni kan ze terecht. Ik mag stoppen met de tabletten, die heb ik er gisteren 1 tabletje gegeven. Nou, het is vandaag gewoon weer
drama, spugen, kwijlen. Het is wat u zegt, de bijwerkingen. Ja, ik zeg nog één ding bij, maar dat zullen ze in de Lingenhof ook zeggen, want het is een hele goede plek om naartoe te gaan. Dat zal vast gebeurd zijn, maar dat er ook uitgebreid bloedonderzoek gedaan moet worden. Want we moeten wel heel goed kijken naar dat de nierfunctie in ieder geval goed is, voordat je behandeling geeft met radium jodium. Maar dat zal vast gedaan zijn. Klopt inderdaad, dat is gezegd. En de nierwaarden zijn goed. En vandaar dat ze ook gelukkig eerder terechtkomt. Dus ik ben heel blij met. Dank u wel voor uw uitleg. Graag gedaan. Nou, het is inderdaad. Als Hans dan zo begint over dit soort dingen te vertellen, en ik heb het inmiddels al wat vaker mogen horen, maar het is toch altijd fascinerend en vooral ook hoeveel kennis daarin zit. Maar het maakt eigenlijk niet uit hoe complex de vraag is, Hans weet altijd een antwoord. Als het over hormonen gaat misschien wel, hoor, maar... Ja. Ja. Marlies, jij hebt een vraag ingestuurd over een kat met een suikergast in jouw katten... Nee, een suikergast. Of een gast met suikerziekte. Ja, het is inmiddels kwart voor acht. Zie je? Ik zeg al kwart. Dus het gaat bij mij niet meer. Nee. Marlies, wil je hem zelf stellen? Want ik kan het blijkbaar ook sowieso niet meer. Dus het is niet handig. Maar ik kan hem ook anders online zetten via de PowerPoint. Ja, we mogen wel op de PowerPoint. Dan ga ik dat even doen. Altijd een trucje om te kijken of ik het inmiddels wel kan. Kijk eens, daar komt hij. En dan moet ik hem altijd even weer groot zetten. Je zou wel denken dat ze dat inmiddels iets makkelijker... Nou ja, daar is hij. De kattengast met suikerziekte. Ja. Nou, een mooi overstapje nu naar de suikerziekte. Ook hier misschien even goed om in zijn algemeenheid te zeggen wat er speelt bij suikerziekte, bij diabetes mellitus. En zeker bij de kat is dat van belang. Want daar speelt heel vaak een combinatie, dat komt door deze vraag straks ook van pas om dat te vertellen, dat je aan de ene kant hebt dat er te weinig insuline gemaakt en afgegeven wordt aan het bloed. En normaal gesproken gebeurt dat door de alvleesklier, door bepaalde celletjes in de alvleesklier, de beta-cellen. En aan de andere kant is er bijna altijd ook sprake van een verminderde gevoeligheid voor het insuline. En zeker bij katten. Bij katten hebben we over het algemeen te maken met iets wat heel veel lijkt op mensen met suikerziekte, maar dan met suikerziekte type 2. En bij type 2 heb je dus het minder gevoelig zijn van het lichaam voor insuline. In combinatie met het feit dat die alvleesklier dan te weinig insuline afgeeft. En dan krijg je door die twee dingen samen, krijg je dus dat er minder effect zal zijn van het insuline. En insuline zorgt er normaal gesproken voor dat je glucose in je bloed naar beneden gaat. Dus dat gebeurt dan niet. En dus krijg je juist hele hoge glucosewaarden. Nou, nou gaat het bij deze casus gaat het om een kat waarbij sprake was van koorts. En die kat voelde zich niet lekker. Nou, wat betekent dat nou? Als dat dus speelt, dan is er in het lichaam dus sprake van een ontsteking. En zoals ik al eerder een keer gezegd heb vanavond, bij ontsteking komen allerlei ontstekingsmediatoren, allerlei stofjes komen daar vrij, zoals bijvoorbeeld die prostaglandines, maar een heleboel andere nog. En die ontstekingsmediatoren, die stofjes, die zorgen er ook voor dat het lichaam minder gevoelig wordt voor insuline. Dus als je dan al een kat hebt met suikerziekte, en die heeft al een wat mindere gevoeligheid voor insuline. En die krijgt er nog iets bij. In dit geval een ontsteking. Waardoor hij nog minder gevoelig wordt voor insuline. Ja, dan zal de normale insulinedosering natuurlijk niet voldoende zijn. En dat betekent dan ook dat zijn suiker in het bloed omhoog zal gaan. Dus in zo'n situatie is het erg belangrijk om te kijken. Kan ik die ontsteking onderdrukken? Stel je voor dat het bacterieel is. Dan zou je bijvoorbeeld antibioticum kunnen geven. Maar je kunt misschien ook die NSAID's die we net eerder besproken hebben geven, daar onderdruk je ook de ontsteking bij. Als je daarmee ervoor zorgt dat er minder van die stofjes geproduceerd worden, dan kan dat al enorm helpen voor de insulinegevoeligheid. Als je daarmee niet volledig kunt wegkrijgen, dan zul je tijdelijk ietsje meer insuline moeten geven om te compenseren voor het feit dat het lichaam iets minder gevoelig is. Maar dus zeker een heel duidelijk verband tussen het ontstaan van zo'n ontsteking en het feit dat je ziet dat het suikergehalte in het bloed dan wat omhoog gaat. Is dat voldoende beantwoording van de vraag, Marlies? Ja, dankjewel. Super. Graag gedaan. We hebben net even gecheckt, ook onze volgende vraag op ons rijtje. Alice, nog even voor de zekerheid. Alice, ben je er? Geen antwoord. Dan gaan we door naar Suzanne. Suzanne, ben je er? Ook niet. Nou, Tamara, zou ik zeggen. Jij hebt net even nog een leuke vraag ingestuurd via de chat. Dus ja, er is tijd over.
Tamara, wil je hem nog even live stellen? Maar heeft de microfoon niet. Oh ja, sorry. Ja, maar mijn computer is wat langzamer hierin. Okay. bij mijn hond wordt nu elke 3 maanden alle waarden gecontroleerd. En inderdaad, bij hem wordt het uitgebreide paneel gedaan, omdat dat net zo duur is als alleen het natrium-kalium. Dus ik weet ook dat zijn leverwaarden ook wat verhoogd zijn. Moet dat echt elke 3 maanden? Want dat wordt nu gedaan omdat hij dus corticosteroïde gebruikt. Maar omdat het een vervanger is, zou daar dan uiteindelijk ook langer tussen kunnen gaan zitten? Dat is een beetje een gevaarlijke vraag, hè? Want dan ga ik misschien in tegen de adviezen van de eigen dierarts. En die kent jouw hond wel. Nou, de dierarts is er gewoon niet ervaren genoeg in. Ja. Ik denk dat het is, want hij heeft ook regelmatig wel contact met de universiteitskliniek. Oké, ja, nou, laat ik dan van mijn kant ook zeggen dat ik ook niet daar een wetenschappelijk onderbouwd antwoord op kan geven. Omdat we het gewoon simpelweg niet weten hoe vaak je die controles moet uitvoeren. Over het algemeen wordt aangenomen dat als een hond met de ziekte van Addison het goed doet, dat je best een hele lange tijd zonder controles kunt. Er zijn zelfs collega's van mij die zeggen van ja, dat hoef je maar 1 keer per jaar te controleren. Ik heb daar een slecht gevoel bij. Ik vind dat een ontzettend lange periode. Dus voor mijzelf heb ik aangenomen dat ik in ieder geval mijn patiënten 2 keer per jaar wil zien. Dus 1 keer per half jaar. En natuurlijk als er tussendoor problemen optreden, verschijnselen zijn, dan moet het eerder. Maar als het verder goed gaat, dan wil ik ze in ieder geval 2 keer per jaar controleren. Maar nogmaals, daar is geen wetenschappelijke basis voor. Dat is gewoon mijn gevoel. En zeker de ziekte van Addison is misschien wel de mooiste endocrine aandoening die er is. Want hij is vaak lastig vast te stellen. En als je hem vaststelt, dan heb je zo'n dramatisch sterke verbetering in de meeste gevallen. En dat ik juist die patiënten, ja, die wil ik net zo'n goed leven geven als alle andere gezonde honden. En ze hebben dezelfde levensverwachting. Dus vandaar dat ik dan toch zeg, ja, dan maar 2 keer per jaar. Misschien doe ik het dan iets te vaak, zou best kunnen. Maar dat vind ik het waard. Maar er is dus geen wetenschappelijk antwoord te geven. Nou, misschien nog 1 ander dingetje, want jij hebt een hond met secundaire. Dus niet secundair Addison, dat bestaat niet. Maar secundair tekort aan cortisol. Dat bloedonderzoek, dat doen we eigenlijk alleen maar om te kijken naar het natrium en het kalium. En dat gaat dus over het aldosteron. Wat bij een hond met een secundair probleem niet afwijkend is. Dus dat hoef je ook niet te controleren. En de dosering van de cortison die je dan moet geven, die is alleen maar afhankelijk van het klinisch beeld. Dus als je daar te veel van geeft, dan zal de hond een verschijnsel krijgen van een overmaat aan dat hormoon. Zeg maar Cushing-achtige verschijnselen. En dat betekent bijvoorbeeld wat meer drinken en plassen. Misschien een toegenomen eetlust. Vacht die niet helemaal mooi is, noem maar op. En als je er te weinig van geeft, dan kan hij niet goed omgaan met stress. En dan zal hij juist sloom worden, apathischer worden. Dus je kijkt altijd naar het klinisch beeld. Dat bepaalt wat je moet geven. Daar kun je in het bloed niets voor bepalen. Nou heeft jouw hond ook problemen met de schildklier, als ik me dat net goed herinner. Dus daar moet je wel bloedonderzoek voor doen. Maar strikt genomen, voor secundair hypocortisolisme hoef je geen bloedonderzoek uit te voeren. Nooit. Ja, de grap is dat we het voor de schildklier eigenlijk niet doen. En ik noem het altijd Addison omdat het makkelijker uit te leggen is. Ik weet dat het niet is, maar het is veel makkelijker uit te leggen. Maar voor de Addison doen we het dus elke 3 maanden. Ja, ik zou zeggen, daar is mogelijkheid voor verandering. Oké, duidelijk. Heel fijn. Suzanne, je bent er wel, dus dat is heel fijn. Suzanne, weer dezelfde vraag. Zal ik hem voor je stellen of zal ik hem via de PowerPoint of wil je hem zelf aan Hans stellen? Doe ik. Dan gaan we weer mijn trucje doen dat we het in openen. En dan ga ik hem weer op full screen zetten. Dus wat kan er zijn met een kat die al ruim een half jaar diarree heeft? Flink is afgevallen, wel goed eet en drinkt, krijgt alleen maar droogvoer. En dan uit het bloed afwijkt naar water creatinine, lymfeknopen vergroot, hoge lichaamstemperatuur, hematocrietwaarde is niet in orde. Nou, Hans, ik zou zeggen, leef je uit. Nou, dat kun je goed zeggen, Inga, want... dit kan heel veel kanten uitgaan. Dat maakt het een beetje lastig. Ik mis ook wel wat gegevens. Wat hier heel belangrijk is, is de leeftijd van de kat. Als het een oudere kat is, dan zou het eerste wat ik aan zou denken bij deze kat zijn, dat er een probleem zou kunnen zijn met de schildklier. De kat vermagert. En als een kat ouder is dan 10 jaar en vermagert,
wat er dan verder voor verschijnselen ook zijn, dan is het eerste waar je aan moet denken dat de schildklier te overactief is. Hè? Dat we te maken hebben met hyperthyreoïdie. Dus als dat zo is, moet daar in ieder geval naar gekeken worden. Dat is een heel ander verhaal dan als het een veel jongere kat is. Hè? Want die schildkliertumoren komen eigenlijk vooral voor bij katten van middelbare en oudere leeftijd. Meestal boven de 10 jaar, zoals ik net al aangaf. Als die kat een stuk jonger is, dan is het een kwestie van allerlei verschillende mogelijkheden van diarree langslopen. Dat betekent natuurlijk uitgebreid lichamelijk onderzoek. Dat zal vast gedaan zijn. Ik weet niet precies wat daar gevonden is bij deze kat. Dat houdt in dat je ook natuurlijk ontlastingsonderzoek gaat uitvoeren. Dat wordt aangegeven in de vraag dat het ook gedaan is. Vooral kijken ook naar parasieten of die een rol kunnen spelen. En als het echt een jonge kat is, dan is het ook heel goed om te denken aan de mogelijkheid van bijvoorbeeld voedselintolerantie. Er zijn heel veel relatief jonge honden en katten die problemen hebben met diarree. En dat is nogal eens te wijten dat er in het voedsel iets zit waar de darmen niet zo goed tegen kunnen. En dan is het ook van belang dat je dan een dieet probeert dat heel erg hypoallergeen is, waar weinig allergene stoffen in zitten. Daar zijn commerciële varianten voor. Maar het mooiste is dan zelf dat je iets zelf maakt met een eiwitbron waarbij het dier normaal gesproken niet in contact geweest is. Nou is er bij deze kat nog meer gedaan? Hans, mag ik even heel kort ingrijpen? De kat is 16. Dus we hebben het over bijna 16. Sorry Suzanne, bijna 16. Dus we hebben het over wat oudere kat. Heel fijn. Nou, dat maakt dus, dat is belangrijk. Want dat betekent dus in ieder geval dat we dus naar die schildklier moeten kijken. Als dat dan niet gedaan is, dan zou dat het eerste stapje zijn wat mij betreft. Daarnaast, omdat het dan om een oudere kat gaat, en ik zag ook in de vraagstelling staan dat er ook een echo gemaakt is van de buik. Bij die echo is gevonden dat de lymfknopen ook wat groter zijn. Tenminste, ik heb even aangenomen dat die lymfknopen in de buik zitten. Dan zou het ook belangrijk zijn om daar wat meer informatie over te krijgen. Want je kunt natuurlijk bij een oudere kat ook te maken hebben met tumoren. Een tumor die nogal eens een keer voorkomt bij katten is het zogenaamde malign lymfoom. Zeg maar een soort van leukemie zou je kunnen zeggen. En dan krijg je vergrote lymfknopen. Dus dat moeten we wel weten. Dus dat zou eigenlijk een biopje genomen moeten worden van die lymfknopen. Het kan ook heel goed zijn dat die lymfknopen alleen maar reageren op het feit dat er een ontsteking in het darmkanaal speelt. Want dat is in zijn algemeenheid natuurlijk hetgene wat het vaakste de reden is voor het ontstaan van diarree. Nou, als dat het geval is, dat er geen aanwijzingen zijn voor tumor, dan zou eigenlijk de volgende stap moeten zijn om te gaan kijken in dat darmkanaal, dus een endoscopie uit te voeren en dan biopte te nemen van het darmkanaal en dat te laten onderzoeken om dan te kijken van welke ontsteking speelt u nu. En dat is nogal eens een keer een ontsteking waarmee je dan met ontstekingsremmende middelen misschien een effect kunt bereiken. En wat eigenlijk hier belangrijk is, er is al heel veel gedaan en het heeft nog niet geleid tot een goed resultaat. Nou, dat zijn in mijn ogen nou bij uitstek de patiënten die je moet verwijzen naar de universiteitskliniek. Dat zijn mensen die de hele dag niks anders doen dan zich bezighouden met gastroenterologie, met aandoeningen van het maag-darmkanaal. Net als dat ik me bezighoud met hormoonproducerende organen. En dan is er toch wel een grote kans dat er dan uitkomt wat er speelt. En dan kunnen we ook kijken of daar iets aan gedaan kan worden. Maar dat vereist dus wel een systematische aanpak. Suzanne, ik hoop. Oh ja, je bent. Heeft dat jouw vraag een beetje beantwoord? Ja, we hebben wel nagedacht over zo'n endoscopie, maar dat komt niet bij de dierenarts zelf. Nee, ik zou er ook echt voor naar een specialist gaan. Want dat is ook iets waar toch wel de nodige extra aan scholing voor nodig is. En specialisten hebben een opleiding gehad na een studie diergeneeskunde van 4 jaar. Dus dan mag je verwachten dat ze natuurlijk ook dit soort dingen veel beter kunnen uitvoeren dan dat door een gewone dierarts gedaan kan worden. Ja. Maar ja, het had ook wel een behoorlijk prijskaartje aan. En omdat hij ook een vlek op de lever heeft, waarvan ik toch een beetje het vermoeden heb dat dat geen goed nieuws is. Denk ik, hoe ver moet je nog gaan? Ja, nou dat probeer ik ook wel aan te geven in mijn antwoord. Hè, dat het feit dat die lymfknopen vergroot zijn en het feit dat er dus ook in die lever iets is, dat ik zou beginnen met dat aan te prikken onder echte begeleiding en dan te kijken wat dat is. Stel je voor dat daar ongelukkige wijsheid naar voren komt, dat het gaat om tumor, dan is het natuurlijk al een andere. Zelfs dan zijn er misschien behandelingen mogelijk, hè, dat ligt een beetje aan wat voor tumor dat dan is. Maar dan is natuurlijk die scopie niet noodzakelijk. Hè. Die scopie moet je pas doen als je alle andere dingen hebt uitgesloten.
En dus wil weten, wat speelt er nou in dat darmkanaal? Ja, nou, ik zal ook nog even het laatste bloedrapportje opvragen bij de dierenarts. Misschien ook wel handig. Ja, zeker. Ja. Ja. Ik kan ook niet al die termen allemaal goed onthouden, maar ik heb opgeschreven wat ik onthouden heb de laatste keer. Ja. Dat is ongeveer 2 weken geleden of zo gebeurd. Oké, okay. Ja. Dus, maar sinds hij de prednisolon krijgt, dat krijgt hij dus nu nog. Ja. Ja, is het nog wateriger geworden, die diarree. Dus ja, ik weet nou niet echt of dat nou handig is, of ik dat nou nog blijf geven. Ja, nou ja, alle staten valt natuurlijk met een diagnose. Dat is in dit soort zaken natuurlijk het geval. Kijk, bij sommige van die darmproblemen kan prednisolon uitstekend helpen. Maar ja, dan moet je wel weten of dat een darmaandoening is waar het ook echt bij geïndiceerd is. Dus ja, je hebt eerst echt een diagnose nodig om dat goed te kunnen zeggen. En ik snap best dat we soms kunnen proberen of een medicijn werkt. En als het dan werkt, dan is het iedereen helemaal blij. Maar ja, idealerwijs heb je natuurlijk eerst graag een diagnose. Ja, dus toch eerst die levervlek kijken dan. Ja, in combinatie met die lymfeknopen. Want dat kan dan eigenlijk voor hetzelfde geld gedaan worden. Oké. Okay. Nou, zou ik dat eens vragen? Misschien dat de dierenarts dat nog wel zelf kan doen. Ja. Ja. Dat denk ik. Nou, top. Dankjewel. Oké, graag gedaan. Fijn, Suzanne. En dan hebben wij nog Malon. Is ons komen bijwonen. Deze meeting komen bijwonen. Malon, wat leuk dat je erbij bent. Dus ik begin meteen maar even met jou. Mocht je het niet willen beantwoorden, dan hoeft dat uiteraard niet. Maar heb jij misschien ook nog een vraag? Omdat wij zagen dat jij iets later erbij kwam. Ja, ik was er van het begin af aan bij, maar ik werd eruit. De verbinding was. Nee, hallo, dan ben je er weer. Wat leuk. Dan ben ik weer, ja. En ik weet ook niet, ik heb niet mijn vraag opgeschreven, gesteld. Maar ik dacht, dat kan je ook tijdens de meeting doen. Tuurlijk. Zeker. Ja, ik heb een vraag over diabetes. Ja. Ik heb een poes in oktober uit het asiel gehaald. In november bleek al snel dat ze diabetes had. Ik heb ook contact met u gehad, meneer Kooistra. Oh jee. Over het onderzoek wat er ook lopende was al. Of ze daaraan mee kon doen. Maar ja, dus ik heb haar insuline gegeven vanaf november. En nu is zij vanaf mei, heeft ze een goede bloedsuikerwaarde. Dus ik hoef haar geen insuline meer te geven. Maar ik moet over een maand weer terugkomen. Om te kijken van, is ze nog steeds op goed niveau? En mijn vraag is van, is dat een grote kans? Of hoe kan dit? Zo, ik geef haar wel aangepast voedsel, dus koolhydraatarm. Ja, nou dat is het mooie van heel veel katten met suikerziekte. En ook heel veel mensen met suikerziekte. Het gaat dan om mensen en katten die type 2 diabetes hebben. Waarbij er dus sprake is van een verminderde gevoeligheid van het lichaam voor insuline. Nou, als je verminderd gevoelig bent voor insuline, betekent dat dat de alvleesklier meer insuline moet produceren om daarvoor te kunnen compenseren. En het vervelende is dan, als dat heel lang doorgaat, dan kunnen op een gegeven moment kan die alvleesklier niet meer voldoende insuline maken. Dan heb je dus een tekort gekregen en dan heb je de suikerziekte. Maar dat is dus in principe begonnen doordat je minder gevoelig bent voor de insuline. En hoe komt het nou dat je minder gevoelig bent? Nou, er zijn een heleboel verschillende factoren voor. We hebben eerder deze avond al gesproken over bijvoorbeeld ontstekingen die daarbij een grote rol kunnen spelen. Maar de belangrijkste factoren bij zowel mensen als bij katten is overgewicht en is verminderde lichamelijke activiteit. Dus dat zijn in ieder geval dingen waar je iets mee kunt doen. Hè. Als je dus zorgt dat zo'n kat die te dik is wat afvalt en een normale gewicht krijgt. Als je er ook voor zorgt dat zo'n kat meer beweging krijgt, dan word je dus gevoeliger voor insuline. En dan kan het dus zijn dat die alvleesklier uiteindelijk weer voldoende insuline kan maken om te compenseren voor die verminderde gevoeligheid, maar die dus nu veel minder is geworden. Heel vaak is het dan wel noodzakelijk dat je die katten eerst een tijd behandelt met insuline. En waarom is dat zo? Een van de factoren die ervoor zorgt dat die alvleesklier minder insuline gaat afgeven, is een hoog suikergehalte. Er zijn in het verleden ook wel experimenten gedaan bij gezonde katten die een infuus kregen waar heel veel glucose in zat, heel veel suiker in zat.
En dan zie je bij die katten ook al binnen 2 weken dat ze dan veel minder insuline gaan produceren. Dus dat die alvleesklier het minder goed kan doen als het suikergehalte hoog is. Nou, dat is natuurlijk precies de situatie die je hebt als een kat eenmaal suikerziekte heeft. Dan is de suiker in het bloed heel hoog. En dat is dan een extra klap voor die alvleesklier. Dus als je nou zo'n kat met suikerziekte hebt, dan probeer je dus die omstandigheden zo ideaal mogelijk te maken dat de kat zo gevoelig mogelijk is voor de insuline. Dus afvallen als hij te dik is, meer beweging als hij te weinig beweegt. En een speciaal dieet geven. Dat speciale dieet bestaat dan uit relatief weinig koolhydraten, weinig suikers en relatief veel eiwit. En je geeft insuline. En door de insuline wordt dan het suikergehalte in het bloed laag. En dat betekent dan dat die alvleesklier de kans krijgt om zich te gaan herstellen. En op een gegeven moment kan hij dan weer voldoende insuline maken om het suikergehalte in het bloed toch weer op een normaal peil te houden. Dat betekent overigens niet dat de kat genezen is. Het betekent dat de kat geen suikerziekte meer heeft op dat moment. Maar je zit altijd nog met een situatie dat die kat minder gevoelig is voor insuline dan een willekeurige andere kat. Dus het is altijd zaak dat die katten voldoende blijven bewegen, niet te dik worden, dat dieet krijgen. En moet dat dan elke 3 maanden gecontroleerd worden? Nou, wat mij betreft kom ik dan weer terug op wat ik eerder al gezegd heb vanavond. Kijk naar de symptomen. Hè? Want als die kat weer suikerziekte krijgt, ja, dan zult u ook weer dezelfde symptomen zien die u eerder heeft gezien. Dat de kat wat gaat afvallen, dat hij wat meer gaat drinken en plassen en dat soort zaken. Kijk, en dan is het moment om het te gaan controleren. Als de kat het helemaal goed doet, ja, dan zul je niet zo heel veel opschieten met een laboratoriumonderzoek. Is dat voldoende beantwoording van de vraag? Ja, 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 ze kwam uit een asiel en ze was ook heel dun. Dus ze had geen overgewicht, tenzij ze daarvoor, maar ze scheen al 2 jaar op straat te hebben gelopen. Dus ja, maar ik zorg dat ze niet dik wordt. Ja. En doorgaan met het dieet, dus dat is heel belangrijk. Ja. Ja, dank. Hartelijk. Graag gedaan. We hebben nog van Tamara nog een vraagje binnengekregen, maar zijn er, Tamara, daar komen we zo op terug, maar misschien nog even de vraag of iemand anders verder nog een vraag had. Of wij die ingestuurd, dat is even voor de check, of we de vragen die ingestuurd werden, of we die allemaal beantwoord hebben. Niet dat we iets over het hoofd hebben gezien. Dus ik zie knikken, dat is heel fijn. Ik weet dat Hans had nog een paar tips die hij graag wilde delen. En Hans, dat wil ik je niet ontnemen, dat je dat straks nog even kunt doen. Maar nog even, Tamara, jij had nog een vraagje over het syndroom van Schmidt. Toch? Je knikt. Jij zegt niks, dus ik... Nee, computer was er weer. Het was een trage computer, weet ik nog, ja. Ja, dat is de hele trage computer. Ik ben een beetje geïntegreerd geraakt door dat syndroom van Schmidt, wat u net noemde. Wordt dat alleen via een scan vastgesteld of is dat via anamnese dat wordt vastgesteld? Ja, strikt genomen was dat onjuist om dat bij jouw hond te noemen. Maar dat wist ik toen nog niet op dat moment. Want het syndroom van Schmidt is dus de situatie dat je immuunsysteem zorgt voor afbraak van verschillende hormoonproducerende organen. Dus dat betekent dat dat gaat om een rechtstreekse aantasting van de bijnierschors en een rechtstreekse aantasting van de schildklier. Dus dat is niet zozeer op het niveau van de hypofyse. Dus dat hoort eigenlijk niet bij het syndroom van Schmidt thuis. Dus in de situatie bij jouw hond, hè, moet je die term even vergeten. Maar moet je vooral zeggen van oké, ik heb een combinatie van een hond die te weinig cortisol produceert. Dat kan door een infusieprobleem komen. Ik heb een schildklierprobleem en dat kan ook door een infusieprobleem komen. Want ja, daar wordt het hormoon gemaakt wat de schildklieren stimuleert. En dus dat kan heel goed samengaan. Maar dat is dan allemaal gewoon omdat er een infusieprobleem speelt. Dus het heet niet het syndroom van Schmidt, maar er is dus iets met infusie. En ja, om daar verder achter te komen wat er speelt, kun je kijken nog naar andere hormonen die daar geproduceerd worden. Maar meestal is het meest nuttig om te kijken van, ja, is daar iets te vinden aan die hypofyse? Maar dat moet je dan ook wel doen met de insteek van, ja, waarom wil ik daar dan ook iets mee doen? Zou ik dan bijvoorbeeld operatief willen ingrijpen, ja of nee? Kijk, als de hond het goed doet met de medicatie, is dat niet nodig. Hè? Maar als je zegt van, er blijven verschijnselen over, ik geloof het trillen, wat je ook noemde, dan kan dat wel een reden zijn om te kijken. Maar dan moet je dus echt naar die hypofyse zelf kijken. Ja, en dat gaat dus echt alleen via scan en dat is dan... Ja, bij de specialisten, zeg maar meer. Ja, ja. Kijk, het probleem natuurlijk is dat die hypofyse, dat hersenaanhangsel, dat zit binnen de schedel. Dus gewoon een röntgenfoto maken heeft geen zin. Dus je hebt echt een CT-scan of een MRI-scan nodig
om informatie over die visie te krijgen. Is dat op oude scans ook zichtbaar? Want mijn hond is wel volledig gescand. Alleen ja, de scans zijn eigenlijk van voor de diagnose Edison. Ja, het ligt natuurlijk aan wat precies de oorzaak is, hè, of het toen al aanwezig was. Maar als die scans er zijn, dan zou ik het echt een gemiste kans vinden om daar niet naar te kijken. Dat is natuurlijk, Symptomen waren zeker aanwezig toen al. Oké, nou, dan zou ik zeker kijken naar die plaatjes. Je maakt altijd, als je een CT-scan of MRI-scan maakt van die vliezen, en dan doe je het wel met een bepaalde instellingen. Je gebruikt vaak contrastmiddelen op een bepaald moment toegediend. Hè. Dus het is niet de ideale manier van er naar kijken. Maar het zou nogmaals zonde zijn om er niet gewoon met die bril op naar te kijken. Wie weet, als die gegevens er al zijn. Ja, ik heb een CT en ik heb een MRI. Allebei met contrast en zonder. Waar moet je dat dan heen sturen uiteindelijk? In principe zou natuurlijk degene die dat gemaakt heeft, dat moet eigenlijk een radioloog geweest zijn. Dus die zou dat ook moeten kunnen beoordelen. Maar die moet het wel als vraagstelling hebben. Je kunt niet verwachten dat ze per definitie alles bekijken en overal iets over. Maar als je zegt van kijk naar die vliezen en dan ga je er met een bepaalde bril op naar kijken. En dan kan het best zijn dat er dan toch iets uit naar voren komt. Dus als die plaatjes er zijn, zou het echt zonde zijn om dat niet te laten beoordelen. Ja, ik heb de plaatjes zelf ook in huis. Dus ik zou in principe dus naar elke willekeurige radioloog heen kunnen doen voor de beoordeling daarvan. Ja. Oké, duidelijk. Nou, dan zo langzaam, maar zeker komen we richting het eind. En nu is het, wat wij nog hadden, waren eigenlijk een aantal ik durf het bijna niet te zeggen, Hans, wat makkelijkere vragen. Dat waren gewoon wat standaard vragen rondom bijvoorbeeld hè, wat wij vaak zien. En nu ga ik dit even weer delen. Hè, gewoon af en toe, als je dingen gewoon op internet bekijkt, dan lees je bijvoorbeeld, dierenarts geeft één... ik wil het bijna zeggen diagnose, maar dat bedoel ik niet. Eén dosering, sorry, was het woord wat ik zocht. Eenmaaldaags. Maar dan op internet staat misschien twee keer. Wat moet ik dan doen als eigenaar? Wiens advies moet ik volgen? Dit soort dingen hè, waar wij vaak ook met z'n allen, als we dieren hebben, ja, dan krijgen we een advies en dan proberen we het gewoon te googlen op internet. Is dat altijd verstandig? Wiens advies moet ik volgen? Dus daar waren nog een aantal algemenere vragen, waar je misschien nog een antwoord op had. Ja, maar die beantwoord ik dan ook een beetje politiek, als het goed is. Want, heel goed. Ik vind in principe dat je natuurlijk een vertrouwensband moet hebben met je dierenarts. Hè? Dus net als dat je het met je huisarts moet hebben. Dus als die iets zegt, hè, dan moet je er in principe van uit kunnen gaan. Ik vind het heel fijn zelfs dat mensen wel op internet kijken. Maar je moet ook bedenken dat wat op internet staat ook soms onzin is. Maar goed, als er iets naar voren komt waarvan je denkt van hey, dat is anders dan wat ik van mijn dierenarts gehoord heb. Nou, bespreek dat dan met je dierenarts. En kijk, een dierenarts in de praktijk kan niet overal alle specialistische kennis van hebben. Maar daarom is het fijn dat we een universiteitskliniek hebben. Daar zitten wel mensen die specialistische kennis hebben. En als een dierenarts zelf iets niet weet, wat volkomen normaal is, en dan kan hij natuurlijk altijd contact opnemen met de specialisten en die vraag bij ons voorleggen. Ik word elke dag vele malen gebeld door dierenartsen met vragen. Ik moet wel zeggen dat het tegenwoordig iets is waar we ook wat geld voor vragen, omdat we ook moeten zorgen dat het allemaal goed blijft gaan met de universiteitskliniek. En dat gaat dan om een bedrag van 30 euro. Nou, ik denk dat dat een hele reële prijs is voor de informatie die we dan aan dierenartsen kunnen geven en die dat vervolgens weer door kunnen geven aan de eigenaren. Dus er zijn voldoende mogelijkheden om te zorgen dat je de informatie die je van internet krijgt kunt vergelijken met wat de specialisten aangeven. Maar in principe vooral vertrouwen in wat je dierenarts doet. Ze zijn bijna allemaal opgeleid in of Utrecht of in Gent. En dat zijn beide echt hele goede opleidingen. Dus de meeste dierenartsen zijn ook van een heel hoog niveau als je dat vergelijkt met een groot deel van de rest van de wereld. Nou, hartstikke leuk. Ja, een mooiere afsluiting kun je je eigenlijk bijna niet bedenken. Nog even wat lof voor onze dierenartsen. Ik ben zelf geen dierenarts en ik kan alleen maar zeggen, elke dag weer, nou, tegenwoordig helaas meer via online dan persoonlijk. Maar elke dag dat ik met ze samen mag werken, pet je af. En het is heel fijn dat wij in de situatie zijn dat we deze vraag kunnen stellen.
We hadden nog een paar vragen uitstaan, maar die kunnen wij, maar dat laat ik eigenlijk aan jullie over, of jullie nog even willen blijven. Dan kunnen we wel namelijk voor die mensen die de vraag hadden ingestuurd, maar die vandaag niet konden bij zijn, dat we even vragen dat Hans die wel even nog kan beantwoorden. Maar mochten jullie nu zeggen van, dit is mooi geweest, dan, hè, dan zullen we nu zeggen, goeie dag, goeie avond en een fijne hemelvaart. Maar mochten er nu nog even opmerkingen zijn, vragen, nu is het moment. Als iemand nog iets wil zeggen, toevoegen, vragen. En, ik hoor iets. Nee, het enige wat ik bedacht was van, dit is wel voor herhaling vatbaar wat mij betreft. Dus we kunnen ook die vraag een keer bij een volgende sessie doen. Hè? Maar ja. Dat is aan Pat Tils. Klopt. En dat was eigenlijk, Hans en ik, we werken heel veel samen. Dus in principe was dat eigenlijk mijn volgende vraag. Professor Kooistra ging nog wat tips geven. Dit was hem eigenlijk van welke informatie te volgen op internet. Angelique, ik ga even in op dat stukje wat jij had gevraagd. Ik wist dat er nog iets was wat je wilde delen, maar dat was even dat stukje vertrouwensband met de dierenarts. Wat ik ook wel nog even wil zeggen, dit soort vragen die kunnen ook via PetTales gesteld worden. Dan kunnen onze studenten daarmee aan de slag en dat wordt dan ook wel door onze experts nog, als ik zeg gecheckt, waar nodig. Heel vaak is dat namelijk helemaal niet meer nodig. Onze moderatoren op PetTales zijn allemaal derdejaars studenten die bijna klaar zijn en die PetTales op dit moment modereren als, wij noemen het bij de kliniek, noemen we het een vervangende opdracht. Simpelweg dat in het kader van corona de interactie iets beperkt is. Maar dus het is ook een mooie manier, mochten jullie nog vragen hebben, stel ze gerust op PetTales. Het is, jullie hebben denk ik allemaal een inlog en zo niet, doe dat gerust. Je kunt hem bestellen en wij komen daar dan zo snel mogelijk op terug. Pascaline zet het net ook nog even in de chat. En dan eigenlijk nog het laatste. Ja, Hans, is er nog iets wat je op gebied van hormonen en endocrinologie. Ja, als ik hem snel zeg, dan kan ik het. Daar gaat hij alweer. Nog wat dingen die je nog wilt meegeven als afsluiten? Nou, eigenlijk niet, maar ik heb het al gezegd, het is een prachtig vakgebied. En de dieren die endocrine aandoeningen hebben, die kunnen we over het algemeen zo goed helpen. Dus als iemand een dier heeft met hormoongebonden afwijkingen, ga vooral naar je dierenarts. Het is allemaal goed, meestal goed te behandelen. Dus een mooi vakgebied. Heel fijn. Dan wil ik jullie allemaal heel hartelijk bedanken. Ik vond het heel fijn dat jullie erbij waren. En wat ik zei, wij hadden, ik weet niet of jullie dat nu kunnen zien, wij hebben achter de schermen af en toe via de app gecommuniceerd met onze studenten. En ik weet dat wij met z'n allen heel blij zijn. We vonden dit heel erg leuk. En ik hoop dat jullie dit ook leuk vonden. We zijn van plan om dit soort vragenuurtjes vaker te doen. Ook op gebied van andere thema's, ook gedrag, welzijn. Dus hou het in de gaten. En nogmaals, tot een volgende keer. Ik zeg, Hans, als jij nog even in de gelegenheid bent, kunnen we nog die twee andere vragen beantwoorden. Ja. Dus wie mag blijven, wie wil blijven, mag zeker blijven. En anders fijn lang weekend. En iedereen blijft. Dat is ook leuk. dan gaan we toch meteen even door. Wij hadden nog. Ja, zie je, en nu moet ik weer die presentatie gaan delen. En dan lukt dat wel weer niet. Als ik hem nu ga delen. Zien jullie hem nu? Zien jullie nu de presentatie? Nog niet. Nee, oké, zie je. Dan gaat dat nu mis. Het ging zo goed de hele tijd. Wacht even. Ja. Dit is toch echt heel raar. Ik heb dat toch net de hele tijd gedaan. Excuses. Hij doet het niet meer. Wel. Je ziet mij het hoofd schudden. Ook altijd leuk, hè? Kijk, daar gaat hij. Ik heb geen idee waarom hij dat... Ja, replace. Daar komt hij. Sorry, computer is ook moe, internet is moe.
Niks wil meer. Ja, hij komt. Hij komt, hij komt. Behalve dat ik hem niet kan zien. Kijk, we beginnen weer opnieuw met de huishoudelijke mededelingen. Nee, sorry, grapje. We hadden... Willen jullie mij... Volgens mij... Deze... Oh, ja, die hadden we al? Nee, die hebben we niet gehad, hoor. Nee, hebben we die niet gehad? Nou, die had je net even beantwoord. Ja. Maar, nog even. Van Laura. Laura, mocht je dit nu achteraf nog terugkijken bij deze jouw vraag? Hans. Ja. Nu mag je ja, ja, ik moet even kijken naar de vraag natuurlijk. Het gaat hier over de behandeling van een hond met de ziekte van Cushing. Dus waarbij de bijenschors te veel aan cortisol produceert. Je gaf het al heel mooi aan trouwens in je inleiding. Dat deed mij echt heel veel plezier. Dat je zei van eigenlijk spreken we meestal over het syndroom van Cushing. Heel goed. Maar de goed hè, Cushing, ik leer ja, al wat. Ja, ja. Maar de ziekte van Cushing bestaat ook. Dat is een onderdeel van het syndroom. En bij de ziekte van Cushing gaat het om die vorm waarbij de hypofyse te actief is. En dus te veel bijenschors stimulerend hormoon produceert. Waardoor dan vervolgens ook de bijnieren te hard gaan werken. Dus dan zit het probleem in de hypofyse. Dus we spraken van een hypofyse-tumor. Nou, als dat dan speelt, dan moet je ook weer kijken wat zijn dan de ideale behandelingsmogelijkheden. En dat ligt heel erg aan hoe groot die tumor van de hypofyse dan is. Hè? Want het gaat eigenlijk altijd om een tumor van de hypofyse. Dat kan een heel klein tumortje zijn, soms maar zelfs speldenknop groot. En dan is het alleen vervelend dat hij te veel hormonen produceert. Maar het kan ook zijn dat het om een veel grotere massa gaat. En dat zijn wel altijd goedaardige tumoren, maar ze hebben één groot probleem. Ze zitten binnen de schedel, hè, want ze zitten onder de hersenen, maar wel binnen de schedel. Dus als ze dan groot gaan worden, ja, dan kunnen ze maar één ding doen. En dat is omhoog gaan groeien en dan gaan ze druk geven op de hersenen. En dat kan leiden tot hoofdpijn en uiteindelijk tot neurologische verschijnselen. En dus daarom is het belangrijk dat als een hond ziekte van Cushing heeft, dat je dan ook weet hoe groot die tumor is. En zoals we dat eerder vanavond al besproken hebben, ja, moet je dan een scan maken van die hypofyse. Gelukkig gaat het in de meeste gevallen, ongeveer 80% van de gevallen, gaat het om een klein tumortje. En dan kun je heel goed behandelen met medicijnen. En dan geven we het middel wat hier genoemd wordt, het trilustane. En het bijzondere van het middel is dat het werkt niet op die hypofysetumor, maar het werkt op de bijnieren. Dus die tumor die zorgt ervoor dat de bijnieren te hard werken. En met dit middel ga je dan die bijnieren remmen, zodat ze minder bijnierhormoon gaan produceren, minder cortisol gaan produceren. En die overmaat aan cortisol is ook de belangrijkste reden van de symptomen van een hond met Cushing. Nou werkt dat middel, dat werkt maar ongeveer 6 tot 8 uur. Dus je zou zeggen, als je één keer daag behandelt, is dat een beetje weinig. Maar gelukkig is het zo dat bij een deel van de honden, als je het één keer daags geeft, ook al behandel je feitelijk maar 6 tot 8 uur, dat het toch voor die hond voldoende is om zijn symptomen kwijt te raken. En dan is het prima om het één keer daags te geven. Maar dat is lang niet voor alle dieren het geval. Er zijn ook honden met Cushing waar je het vaker moet geven. 2 keer daags of soms zelfs 3 keer daags. Nou, waarom zou je nou een keuze willen maken voor 1 keer daags of 2 keer daags? Want het meest logische lijkt dus om het 2 à 3 keer per dag te geven, omdat het maar zo kort werkt. Nou, dat zit hem vooral in de prijs. Dit is een heel duur medicijn. Dus als je kunt volstaan met het maar 1 keer daags geven, dan is dat prijstechnisch veel aantrekkelijker dan dat je 2 of 3 keer per dag moet geven. Dus ja, het is ook belangrijk dus om te kijken naar het effect van de medicijnen. En daar houd ik ook altijd rekening met wat het kost. En dan probeer ik het zo te doen dat de hond er optimaal van profiteert, maar dat het voor de eigenaar zo weinig mogelijk kost. Dus dat kan een reden zijn om het soms 1 keer daags te geven. De werkelijkheid is wel, hè, dat we het vaak toch vaker moeten geven dan 1 keer daags. Om te zorgen dat die hond optimaal functioneert voor de behandeling van de ziekte van Cushing. Dus dat is de beantwoording van deze vraag, Inga. Heel fijn. Dankjewel, Hans. Dit was voor Laura. En dan hadden wij nog de vraag van Alice. Dus ik laat het nu maar even de sheet even staan. Want dat is ook nogal een wat langere vraag over katen van 14 jaar. Hans, je kunt hem lezen toch? Is inmiddels 4 jaar diabetes. Eigenlijk is dit ook niet een vraag die echt op mijn vakgebied past, hè, want het gaat weliswaar om een kat met suikerziekte. En daar kan ik van alles over zeggen. Maar wat hier vooral speelt, is dat het qua suikerziekte best heel goed gaat.
Maar dat de kat ook artrose heeft, hè, gewrichtsslijtage heeft. En dat leidt tot pijn en dat geeft natuurlijk problemen met het lopen. Dus de vraag is eigenlijk, wat moet je daar nou aan doen? De kat wordt ervoor behandeld met meloxicam, staat hier. Dat is een NSAID, zo'n pijnstiller. Maar als dat onvoldoende is, ja, dan zul je dus juist die behandeling moeten aanpassen. En kijken van of je misschien dan vaker kleinere hoeveelheden kunt geven van dat middel. Of dat je naar een andere pijnstiller over moet gaan. En zeker als dat met alleen pijnstilling niet voldoende is, dan zou ik ook hierbij weer zeggen van, dit is nou bij uitstek een patiënt die je baat bij zou kunnen hebben om een keer een orthopeed te laten kijken naar deze kat. Om precies te kijken van, wat speelt er nu? En dan te kijken van, ja, wat zou dan de meest optimale behandeling kunnen zijn? Als het alleen maar is dat we symptomatisch de pijn kunnen bestrijden, dan is het zoeken naar welk middel zal bij deze kat dan het beste effect hebben. En zoals we eerder vanavond al besproken hebben, zijn er meer middelen mogelijk dan meloxicam. Meloxicam wordt veel gebruikt, werkt ook heel vaak goed, maar niet bij alle katten. Dus goed onderzoek wat er precies speelt en gaan kijken of we door aanpassing van het middel of misschien de dosering toch een beter effect kunnen krijgen, waardoor de kat pijnvrijer kan rondlopen. Dank je, Hans. Sorry, ik was al meteen al op doordrukken. Ik denk dat dat een hele mooie antwoord geeft voor Alice. En we hadden nog deze laatste. En dat gaat... gaat over ook weer Addison. Vacht verandert en dan nog over Friesus daarbij. En deze vraag waren van Carla en Dini. Ja. Je speelt iets wat we ook al eerder besproken hebben. Kijk, die vacht, de hele huid, is heel erg gevoelig voor de bijnenshormonen, vooral voor het cortisol. Dus als je zo'n hond met Addison gaat behandelen, dan ga je dus, als je per 24 uur bekijkt, ga je eigenlijk meer bijnenshormoon geven dan de hond normaal zou produceren. En normaal wordt dat hormoon in pulsen afgegeven. Maar ja, hier geven we het in tabletvorm, 2 keer per dag. Dus dat betekent dat hij eigenlijk over de hele dag gezien vrij vergelijkbare hormoonspiegels heeft. En dat is natuurlijk niet helemaal de normale situatie. Dat is genoeg om die hond optimaal te laten functioneren. Maar voor de huid is het wel suboptimaal. Dus bij sommige dieren zie je dan inderdaad dat er een afwijking van de vacht gaat optreden. Voor mij is dat met name een cosmetisch probleem. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen dat heel vervelend vinden. Maar het is puur cosmetisch. Het betekent wat voor de hond, voor het welzijn van de hond, dat het geen negatieve gevolgen heeft. Dus ik zou er niet al te veel mee zitten. Ook al begrijp ik dat de hond natuurlijk anders uitziet en dat je denkt van, hé, dat is vervelend. Voor de hond is het niet vervelend. Het is alleen vervelend voor ons om er naar te kijken misschien. Maar cosmetisch dus. Ik zou zeggen, ook wel weer een hele mooie afsluiter. Vooral in het kader van waar wij voor staan. Gezondheid, welzijn van het dier. Dus dat toch eigenlijk altijd het meest belangrijk is in het kader hiervan. En dat het welzijn van het dier, de gezondheid van het dier in deze altijd bovenaan moet staan. Dus ik denk als we één afsluiter hebben, één afsluitende boodschap, dan dat het die wel is. Hans, ik wil jou heel hartelijk bedanken voor jouw tijd en voor jouw waanzinnig veel kennis. Ik sta er altijd weer versteld van. Nogmaals heel veel dank aan de deelnemers. Dank dat jullie de moeite hebben genomen om vragen in te sturen van tevoren. En natuurlijk ook om vanavond aanwezig te zijn. Het was heel erg leuk. Heel erg leerzaam voor ons allemaal. Ook voor onze studenten. Toch wel weer les gehad. Workcollege en heel erg mooie diergeneeskundige vragen. Ja, en ik zou zeggen tot de volgende keer. Bedankt. Dank jullie wel. Doei.